Dit jaar, 2015, is het Van Gogh-jaar, omdat Van Gogh 125 jaar geleden overleden is. En dit jaar heeft als thema inspiratie. Wij hebben ons hier in het Krullemuller Museum laten inspireren door onze eigen collectie. En wij laten Van Gogh zien naast voorgangers en tijdgenoten die door Van Gogh werden bewonderd en die Van Gogh geïnspireerd hebben. En navolgers die op hun beurt weer door Van Gogh geïnspireerd zijn. En wij hebben natuurlijk de op één na grootste collectie van Van Gogh. Dus er is ook behoorlijk wat werk van Van Gogh hier te zien. Er zijn een aantal highlights in onze tentoonstelling die je absoluut wil laten zien. Eén daarvan hangt helemaal in de verte, de zaaier. Dat is natuurlijk zo'n belangrijk thema voor hem. En het is heel erg leuk dat je dat hier ook kan zien naast zijn vroege zaaiers. Die tekeningen die daar in de hoek hangen die nog vrij stijf zijn. Maar ook naast andere zaaiers van bijvoorbeeld Torop, zijn grote voorbeeld Millet. Maar ook Bart van der Lek die weer naar Van Gogh gekeken heeft. En daar zie je drie werken van zaaiers waar je echt van figuratief naar abstract gaat. En dat is natuurlijk heel mooi om dat naast elkaar te kunnen laten zien. We hebben de tentoonstelling verdeeld in vier thema's. En wat we hier zien in deze zaal is het thema natuur. Daarnaast hebben we het thema menselijke figuur, waar portretten en zelfportretten toe behoren. Het thema stilleven met bloemstillevens en het thema stads- en dorpsgezicht. In het Krullemuller kunt u deze tentoonstelling Van Gogh & Co dwars door de collectie zien tot 27 september.